Gewaardeerde gasten van ons, van ZLTO. Ik wil eigenlijk graag eerst beginnen met een complimentje te geven aan de collega's die dit hebben voorbereid. De keukentafel en alles ziet er weer geweldig uit. Sabine, Silske en vele anderen, dank jullie wel voor de voorbereidingen. Wat fijn dat u vandaag onze gast wilt zijn. En dat wij u in zulke grote getalen en zo'n grote diversiteit mogen ontvangen. Uiteraard onze leden, bestuurders, diversiteit aan bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeentebestuurders en vele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. We zijn thuis. Een bijzonder welkom aan Mr. Zhu, onze keynote speaker uit Shanghai. A warm welcome to you, Mr. Edward Zhu. We are very honored that you are our guest on our conference on the theme 24 Farming Between Market and Society. And we are grateful that you are willing to share with us today your vision on our sector from a worldwide perspective. Actually, we already had a very inspiring meeting with you just before lunch and are looking forward to your lecture. I hope you will permit me to continue my introduction in Dutch by now. Thank you. Een bijzonder welkom ook aan de provinciale delegatie van Noord-Brabant onder leiding van de commissaris van de Koning, de heer Van der Donk. We weten dat u niet het gehele programma kunt bijwonen in verband met de bijeenkomst bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, die haar 30-jarig bestaan viert, maar waarmee we ook u als aandeelhouder graag willen feliciteren. En we vertrouwen erop dat we een intensieve en inspirerende samenwerking met de BOM vanuit onze rol als ondernemer, ontwikkelaar en investeerder kunnen aangaan om zo succesvolle invulling te geven aan het ambitieuze innovatieprogramma Agro & Food. Ook een bijzonder welkom aan de heer Rombouts, burgemeester van Den Bosch en sinds kort ook voorzitter van Agri Food Capital, waarover later meer. Fijn dat u er met zoveel bent om te inspireren en geïnspireerd te worden en elkaar te ontmoeten aan de basis en over de basis. Het meest elementaire van ons bestaan, voedsel. En energie en zorg en natuur, duurzaamheid en leefbaarheid kunnen we er gerust aan toevoegen. Want dat zijn de rollen die onze leden vervullen. 24 Farming, ik moet u iets bekennen. Ik sta op en ga naar bed met de ZLTO. Wat bedoel ik daarmee? Van de yoghurt met kruisli bij mijn ontbijt, tot het stukje vlees, fruit, de kaas, de groenten door de dag heen, ben ik gaan beseffen steeds meer dat de producenten onze leden zijn. Dag en nacht in touw. De voorzitters van de 64 afdelingen, zag u zo net de revue passeren bij binnenkomst, op de slides hierachter, zij zijn de verpersoonlijking hiervan. Even kijken of het... Ja, hij doet het. Wist u dat we dit jaar Mexico hebben verslagen? Met, of liever gezegd, in tomaten. We zijn de grootste exporteur ter wereld geworden met een omzet van exact 1,8 miljard ten opzichte van 1,7 miljard Mexico. Wist u dat de exportgroei die we dit jaar als land hebben, uit de land- en tuinbouw kwam? Samen met high-tech zijn we de exportkampioenen van de Nederlandse topsectoren, met meer dan 50% bij elkaar. En in topsectorenverband hebben we na high-tech het tweede in budget aan research and development, met ruim 715 miljoen euro. Inmiddels zijn ook de eerste conferansperen de Chinese grens over. Voor het eerst. Vast geleverd door onder andere ZLTO-leden uit Zeeland. Volgend jaar volgen de Nederlandse aardappelen, waar men om zit te springen in China. China en Hongkong zijn met 1,5 miljard nu al de grootste agrarische, niet-Europese afzetmarkt van ons land. En wist u dat als je naar onze totale sector kijkt, we na de Verenigde Staten nog steeds de tweede exporteur ter wereld van agri- en foodproducten zijn. U ziet wat dat betekent in relatie tot de omvang van het land CQ-continent. We zijn het beste jongetje, meisje van de klas, voortdurend innoverend. We produceren 5 keer efficiënter
dan gemiddeld in Europa in Nederland. En wel 85 keer, heb ik net begrepen, ten opzichte van China, van Mr. Zhu. En we zijn duurzaam in het gebruik van water, gewasbescherming en antibiotica. En verbeteren onszelf daar nog steeds in een spectaculair tempo. We zijn bovendien specialist in het bedrijven van intensieve land- en tuinbouw in metropolitane gebieden. We zouden daar patent op kunnen aanvragen. Een sleutelkennispartner dus, wetend dat de wereldbevolking steeds stedelijker wordt. Prestaties van wereldformaat, waaraan onze leden hun steentje bijdragen, vaak zelfs een hoofdrol spelen, als we naar ons werkgebied kijken, en daar ook voor gewaardeerd worden. We mogen trots zijn, onder andere op onze prijswinnaars. De familie Meijer uit Bladel, die dit jaar de Cum Laude 2013 heeft gewonnen. Dat is de prijs voor de beste boerenkaas van Nederland. En Erik van Zutphen, de winnaar van de Gouden Krul 2013. Voor de mooiste varkenshouderij van Nederland. De zichtstollen van zijn Daltonhoeve staan open om een kijkje te nemen in de varkenshouderij. En zelf te ervaren dat beeld en gevoel anders kunnen zijn dan het beeld dat in de media de boventoon lijkt te voeren. En de familie van Rijken uit Aarle-Rikstel, die onlangs gekroond werd met een ondernemersprijs. Zij zijn bekend van de Tasty Tom tomaten. Verijken verscoort met name goed waar het gaat om vernieuwend ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. En bijzonder is de continue uitbouw van het eigen merk Tasty Tom dat een begrip is geworden. In Duitsland Tasty Tom. 80% van zijn productie gaat daar naartoe. Maar niet alleen exportmerken maken opgang, maar ook lokale merken, als de Heidehoeve varkensvlees en de Lola-appel uit de Betuwe. Prijswinnaar of nog niet, onze boeren en tuinders leveren aan een wereldbevolking die 24 per uur per dag voedsel nodig heeft en inderdaad 365 dagen per jaar. Onze boeren en tuinders leveren jaar rond en etmaal rond en van die export komt een substantieel deel uit ons werkgebied. En dagelijks leveren onze leden zorg, educatie, groene energie, recreatie en beheren ze de natuur, schoon water en zorgen voor biobased grondstoffen. Daarvoor zijn onze boeren en tuinders vaak in gezins- en familieverband 24 uur per dag in touw. Investeren ze, lopen ze risico, gaan ze uitdagingen aan, kortom ondernemen ze. 24 uur per dag boeren, dat is ons devies. U raadt het al. Daarom hebben we als congresthema voor 24 Farming boeren tussen markt en maatschappij gekozen. Met een knipoog naar en geïnspireerd door 24 Kitchen. Een crossmediaal platform en digitaal tv-kanaal dat 24 uur per dag uitzendt en de bereiding en productie van vers voedsel centraal stelt. Van grond tot mond. 24 Kitchen is nog maar een paar jaar vanaf 2009 in de lucht, maar kan nu al een succes worden genoemd. Ook over de grens is de kookzender populair. 24 Kitchen is te zien in 10 landen, waaronder Portugal, Duitsland, Finland en diverse Balkanlanden. Met een bereik van wekelijks meer dan 2,2 miljoen kijkers en een uitbreiding verder in Europa. De koks genieten een sterrenstatus en de zender, en dat vinden we eigenlijk ook heel belangrijk, wordt heel veel bekeken door jongeren. Vandaag dus vanuit dit thema 24 Farming, inspiratie van onze voorzitter Hans Harbers, zo net zijn tweede termijn ingegaan en bereid als onze voorman zich sterk te blijven maken voor een duurzame sector, het ondernemen hierin en de ruimte daarvoor. En de visie en het internationaal perspectief door Mr. Edward Zhu, internationaal topondernemer in agri en food, CEO van de Chic Groep, een wereldwijd opererende onderneming met een brede portfolio, onder andere agri en food, logistiek, productie en verwerking, investeerder in duurzame agribusiness en internationaal gerespecteerd spreker, onder andere op het World Economic Forum, over thema's als de toekomst van de rurale economie en het wereldvoedselvraagstuk. Betrokken bij handelsmissies, recent van China naar Nederland en met hele goede contacten en samenwerking met Wageningen en ontmoetingen ook met onze minister-president.
Hij is ook on tour in Brabant, vanmorgen bij Hendrix Genetics geweest. Plenair geeft Jan Dekker, zometeen directeur van 24 Kitchen en zelf succesvol ondernemer en marketeer in vernieuwende mediaconcepten, na de pauze een reflectie op zijn ontmoeting met boeren in een van de subsessies. En zoals Jay net al zei, zullen we na de subsessie nog een gesprek hebben aan de keukentafel met als thema jong boeren. En we hebben het spannende slot van ons congres, het bekendmaken van de winnaars van de initiatiefprijs, de publieksprijs en de juryprijs. Maar om te beginnen neem ik u graag mee naar onze organisatie ZLTO. Voor alles de vereniging voor en van boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. We hebben een roerig jaar achter de rug, dat zal u niet zijn ontgaan, waarin we de bedrijfseconomische bakens hebben moeten verzetten. Dat is ondernemers en dat zijn boeren en tuinders bij uitstek niet vreemd. Dan hebben we het over de bedrijfsvoering, over de randvoorwaarden, de financiële randvoorwaarden voor de uitvoering van een visie en een strategie die ongewijzigd zijn gebleven en waarvoor we als een huis blijven staan. En die we samenvatten onder de titel Vernieuwend boeren, gezond leven. Voor mens, dier en omgeving. Met als basis, als grondslag, verbinden. Enerzijds verbinden met andere sectoren, technologie, design, chemie, om crosssectoraal te kunnen innoveren. En aan de andere kant verbinden met de samenleving en de omgeving om te kunnen ondernemen in balans. Daarop een korte toelichting. Door te verbinden met high-tech en design kun je efficiëntie en daarmee productiviteit van onze bedrijven in de land- en tuinbouw verder verbeteren. Op een duurzame manier, dat is belangrijk. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van satellietdata en high-tech methoden en machines is nu al 10% verbetering in opbrengst en ook in duurzaamheid in de productiecyclus aangetoond. Ook innovatie in logistiek en marketing levert winst op in duurzaamheid en verdienvermogen. En kruisverbanden met chemie en life sciences leveren nieuwe product-marktcombinaties voor grondstoffen, functional food en green medicine. Voorbeelden van slim boeren zijn dus die handige precisietechnieken. Die helpen precies de plaats te bepalen en het moment om te beregenen en te bespuiten en te bemesten en te oogsten. Maar ook de verwaarding van mest is met nieuwe technologieën tot veel meer waarde. We mest is met nieuwe technologieën tot veel meer waarde te brengen. Vanmiddag een van onze kandidaten voor de initiatiefprijs geeft daar het voorbeeld van met een biomineralenfabriek in Kuik. Het omzetten van mest tot een exportproduct, de korrels. Dan groene bouwmaterialen als voorbeeld. Telers gooien het loof van tomaten en aubergines niet meer weg, maar herwaarderen het tot groene gevelbedekking. Daarvan ziet u hier een voorbeeld. Onder het label Nova Lignum uit Zevenbergen groeit de afzet van groen gevelmateriaal snel. Boeren aan de basis van een nieuwe economie. Een ander voorbeeld van telen met technologie. Hydroponics. Deze nieuwe teeltechniek biedt het hoofd aan de oprukkende brakke gronden in verzilte gebieden, zoals in Zeeland. Veel telers experimenteren hiermee. Telen uit de grond in plaats van telen in de grond. Telen op water, een slaaprij of ander plantmateriaal wordt geteeld op drijvende panelen met daarin potjes. En die drijvers liggen in vijvers. In tegenstelling tot andere hydrosystemen levert dit voordelen op. En kan dat dus heel veel toekomstperspectief bieden in dat gedeelte van ons werkgebied. Een voorbeeld van nieuwe ontwikkelingen in de logistiek. Hier het voorbeeld Vers 24/7. Een nieuw concept van Daily XL. Horeca, catering en zorg kunnen daar terecht voor regionale en authentieke versproducten. Het is een marktplaats. Waarbij Daily XL de logistiek, administratie en marketing verzorgt voor nu al 100 boeren en telers die online zijn aangesloten op de versmarkt. En er worden zo'n 3000 versproducten aangeboden op dit moment. Dan een aantal voorbeelden van samenboeren. In je omgeving, met je omgeving en met de samenleving, de maatschappij. Op het gebied van zorg, energie, etc.
Dit is een voorbeeld van onze asbestcampagne. Asbest eraf en zonnepanelen erop. In LTO Nederland Verband trekt ZLTO de kar van deze landelijke campagne. We bieden ledenvoordelen voor aantrekkelijke inkoop van zonnepanelen. En we stimuleren dat ook, met heel veel resultaat. Een ander voorbeeld van dat boeren met je omgeving en in je omgeving zijn nieuwe stallen. Dit is een alfa-bouwstal die in goede harmonie met die omgeving is gebouwd. Goed landschappelijk ingepast. Iets wat wij dus ook vanuit ZLTO zeer stimuleren. Een ander voorbeeld van boeren met je omgeving. Op een verantwoorde manier, in goede harmonie met je omgeving. Dat is ons programma One Health dat we gestart zijn. Een samenwerkingsprogramma onder andere met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de GGD en de Provinciale Raad voor de Gezondheid. Hierin werken boeren, erfbetreders en artsen samen aan het concept One Health. En daarmee worden al mooie resultaten geboekt. Het antibiotica gebruik in de veehouderij is op een historisch laag punt terechtgekomen. Dan het ondernemen met de buren. Vorig jaar ook centraal gestaan op onze conferentie. Hoe kom je eruit om uit te breiden, je bedrijf te kunnen doorontwikkelen in goede harmonie met je omgeving? Dat betekent aan tafel gaan en een zogenaamde omgevingsdialoog voeren. Ondernemen met de buren. We stimuleren dat, zijn er initiatiefnemer van en bij elke vergunning die wordt aangevraagd brengen we dat onder de aandacht van onze leden, omdat we daarin geloven. Dit is de manier om dit te doen met elkaar. Even kijken. Dan terug naar onze organisatie, naar onze vereniging. Hoe geven we uitvoering aan dit alles? In niet alleen een intern ander financieel kader waar we mee te maken hebben, maar ook in een totale reset, zou ik het willen noemen, van het agrarische speelveld. Met het opheffen van productschappen, bijvoorbeeld. Waar staan we als organisatie, als vereniging, ZLTO? Wat heeft u aan ons? Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dat we een vereniging zijn, hebben we dit bewogen jaar meer dan ooit mogen ervaren. We zijn er voor elkaar, ook als we afscheid moeten nemen van collega's. En dat hebben we helaas moeten doen. En ook als er scherper aan de wind gezeild moet worden. Daarvoor wil ik op deze plek, dames en heren, namens bestuur en collega's, iedereen bedanken die ons op welke wijze dan ook steunt in deze nieuwe koers en in deze moeilijkere tijd die we doormaken. En ook onze collega's complimenteren voor hun werkkracht en loyaliteit die ze ook dagelijks betonen. Het vereniging zijn blijft het hart, de basis van onze organisatie. De binding is sterk en geeft kracht. We zijn een ondernemersorganisatie met 17.000 leden en bijna 9.000 bedrijfsleden. U ziet ze hier op de kaart. En meer en anders dan ooit een onderneming. We zullen zelf nog ondernemender worden als organisatie. Meer gaan ondernemen. Vanuit een gezonde uitgangspositie en een gezonde financiële basis. En dat is leuk. Dat betekent investeren. Maar het betekent ook een prijskaartje aan onze inbreng. Die dat dubbel en dwars waard is, moet zijn. Waar staan we nu en wat betekent dat? Wat gaat u hiervan merken? Waar krijgt u mee te maken? We hebben onze organisatie op een nieuwe leest geschoeid. Marktondernemersgericht enerzijds en op verbinden met de consument, de burger, anderzijds. We werken vanuit de afdeling vereniging, vanuit onze wortels, die zowel de economische kant als het sociaal welbevinden van onze leden raken. Onze leden staan centraal en zullen dat in alle tijden blijven doen. De 64 afdelingen zijn het hart van onze vereniging. De binding met de lokale gemeenschap gaan zij nog sterker invulling geven. Wist u dat de oogstfeesten die we organiseren dit jaar zo'n 4500 deelnemers hebben getrokken? Het zijn feesten die een goede verbinding tussen sector en maatschappij ook bevorderen. Maar onze afdelingen organiseren van alles. Fietsroutes, open dagen. Kijk, open dagen in de stallen, op de bedrijven. Maar zij richten ook groene energiecoöperaties op. Wist u dat er al meer dan 40 zijn? En zo zijn er vele andere voorbeelden. U zult onze leden in de lokale gemeenschap dus nog meer aantreffen. Aan zichtbaarheid moeten we overigens wel een beetje wennen. Communicatie in zijn algemeenheid wordt een belangrijke prioriteit. Niet langer het licht onder de korenmaat steken.
Onze 7 relatiebeheerders servicen onze 64 afdelingen. U zult ze tegenkomen. Zij zijn de zintuigen van onze organisatie. U zult ze aantreffen in het veld. Spreek ze aan. Ga er dingen samen mee doen. We werken vanuit marktteams. Vakmanschap en ondernemerschap, markt en keten en omgeving en samenleving. En we doen dat met een nieuw managementteam. Vanaf 1 januari starten 3 managers op deze marktteams. Marinus van D, Linda de Bie en Wim Cox. Ze zijn in ons midden vandaag, dus u kunt ze alvast ontmoeten als het goed is. In deze teams rond die thema's combineren we diverse disciplines. Projectontwikkeling, advies, specialisten. En die combinatie is een bewuste keuze die het mogelijk maakt waar te maken waar we voor staan. Daarmee maken we het verschil. Welk verschil? We zeggen niet alleen dat we voor transitie en duurzaamheid staan, maar we doen er ook iets aan. We stimuleren onze leden in dialoog met de omgeving die bedrijfsontwikkeling in een goede balans tot stand te brengen. We staan onze leden bij in de ontwikkeling van hun bedrijf naar de toekomst. Met technologie, met innovatie, op het gebied van arbeidsmarkt. We initiëren en ontwerpen mee aan instrumenten die duurzaamheid bevorderen, zoals de maatlat zorgvuldige veehouderij. En scheppen de condities om daar uitvoering aan te geven, met draagvlak. Als er ruimte wordt geboden, als het een prikkel is om te ondernemen. We zeggen niet alleen dat we gezondheid belangrijk vinden, maar investeren serieus geld en menskracht in innovatie. Met One Health, ik liet het net zien. Gezondheid van mens, dier en omgeving. We investeren ook in onder andere mestfabriek, in het bouwen van een mestfabriek, in mestverwaarding, in nieuwe technologieën om duurzamer te produceren. U treft ons aan als ondernemer. U treft ons aan als verbinder en partner. Verbinder en partner in het verbinden met andere sectoren. Dit zijn plaatjes uit de Dutch Design Week, waar we een week lang Agri meets Design hebben gehad met elkaar. De polderhack, waarin met data nieuwe apps zijn uitgevonden die op het erf gebruikt kunnen worden. Maar ook een app, de Varkens app, de Pig Chase heet die. Die kunt u downloaden en dan kunt u spelen met varkens in de stal en zijn met u. We investeren. We zijn dus ook partner in investeren met ons participatiebedrijf NCB. We investeren in de vrije tijdseconomie. Gisteren nog een mooie bijeenkomst in het provinciehuis. Programma onder leiding van Bert Pauli om dat te stimuleren. Wij doen daar enthousiast aan mee. Of het nu gaat over recreatie, vrije tijd, cultuur. We zijn partner en investeren in ondernemerschap. We zoeken samenwerking met de BZW, de Brabant Zeeuwse Werkgeversorganisatie. En wij gaan ook samenwerken, dat hebben we afgesproken. We richten ons ook op jonge boeren die zo belangrijk zijn en waarvan er veel te weinig zijn. Veel te weinig. We willen daar ook aandacht aan besteden in het jaar van het familiebedrijf dat 2014 zal zijn. We zijn ook partner in valorisatie in het programma Ondernemerslift Plus met de regio Noordoost-Brabant, met de Rabobank en met de HAS en andere regiopartijen, ook het MBO. We zijn partner in innovatie. Met marktpartijen, kennisinstellingen, in Europese programma's, in topsectoren. Maar ook in het landbouw-innovatieplatform Brabant, dat we samen voeren, provincie en ZLTO. In de uitvoeringsagenda AgroFood van de provincie en het innovatieprogramma AgroFood. In ontmoeting zijn we partner en investeren. Dit is een mooi voorbeeld van een familiebedrijf. In ontmoeting zijn we partner en investeren we. Ons gebouw, dat een maatje te groot is geworden, stellen we open voor andere partijen als huurder. We verwelkomen organisaties en bedrijven die passen in het profiel, in de keten, in het versterken van de cluster. Die passen in het profiel van de campus waarop we gevestigd zijn, samen met de HAS en met Helicon, wat een echte campus is. We bieden ook incubator faciliteiten, verwelkomen start-ups. Het gaat bruisen, nog meer bruisen in ons gebouw. We worden eigenlijk meer een agri-plaza. Een ontmoetingsplaats en een proeftuin, een living lab voor AgriFood. We investeren en zijn partner in samenwerkingsverbanden, zoals Foodport Zeeland, Biobase Delta en grensoverschrijdend in Brainport 2020. We zijn partner in de Triple Helix. Ik was net iets te vroeg met mijn plaatje, want Noordoost-Brabant
is daar een mooi voorbeeld van. Het afgelopen jaar is een goed bewaard geheim onthuld. Van zaad tot en met voeding voor mens en dier en de distributie en verkoop ervan enerzijds, tot van zaad tot medicijnen en biobased producten. Dat is het ecosysteem van Noordoost-Brabant, dat de regio met recht en reden tot agri-food capital maakt. En Agri vormt daarin een onmisbare schakel die zich geen verzwakking kan permitteren. Daar moet ruimte voor blijven en zijn, voor onze boeren en tuinders. Graag wil ik Ton Rombouts, burgemeester van Den Bosch, complimenteren. Hij is voorzitter van Agri-Food Capital, voor de echte keuze die gemaakt is. Met een vaste koers die daarin gekozen is. Met het draagvlak dat daarvoor gecreëerd is. En dat eigenlijk zo natuurlijkerwijs tot stand is gekomen, omdat het zo natuurlijk is. Omdat de basis Agri-Food is van deze regio. U kunt op ons rekenen, voorzitter. En wij verwelkomen u graag in ons midden.